Nou, toen ik naar Nederland kwam, ik wist niet dat dit land Nederland was. Ik wist dat het Holland was. Maar ik was toevallig in Groningen. En als ik de mensen vertelde, ik vind Holland heel mooi, zeiden ze, nee, sorry, dit is geen Holland. Hier, ben je in het noorden. En die man was een vriend van mij, die kwam uit Friesland. En hij zei, mijn naam is Jan de Vries. En ik zal je laten zien een beetje mijn land. Want mijn land is Friesland. En als je het Friesland niet kent, kan je niet zeggen dat je Nederland kent. Nou oké, ik pakte de auto op en daar gingen we van de ene kleine dorpje naar de andere dorpje. Het was voor mij net een grote boek te openen. Zo'n verhalenboek, hè. Met hele kleine straatjes, mooie huisjes, bruggetjes overal. Zo had ik me voorgesteld, zo een boek van Hans-Zelke Tel, hoe je dat, Hansje, of, hè, van die verhalenboekje. In elk geval, hij zei, en je moet leren, want mijn taal is niet de Nederlandse taal, ik spreek een andere taal, dat is Fries. Hij zegt, je moet leren, een aantal woorden. Dus ik moest herhalen in de auto, herhalen de ene woord en de andere woord en de andere woord. Dus wij waren gekomen in Heerenveen, en hij zegt, geen vrienden hier, en we gaan naar de kroeg. En je gaat echt proeven van een echte Nederlandse drank. Nou, het was bierenboer. In zo'n kroegje, hoge krukken, weinig mensen. Maar er was wel een hele grote, blonde mevrouw. Meisje. Met lange, blonde haar. Dus Jan hier, ik hier, en dat ene meisje daar. Hij zegt, en nu moet je zeggen wat je geleerd hebt in het Fries. Zeg het nu, tegen die mevrouw daar. Zeg het. Weet je zeker? Zeg het maar. Want Jan was in het Spaanse leraar op de universiteit in Groningen. Zeg het maar. Goed, ik zeg tegen haar. Fonke, maar je kunt tutti fondé. De andere mensen die daar zaten, die begonnen te lachen, keihard. Hij ook. En de barman ook. En dat meisje werd helemaal rood. Ze staat op, ze kwam naar mij en ze gaf me een kus. Ik had namelijk gezegd, meisje, mag ik een kusje van je? En ze vonden mij heel brutaal, want ik had destijds zo'n heel lange haren en mijn hoed en zo'n Indiaan. Want dat denk je, hè? Dat denk je. Als je loopt op straat en zie je zo iemand daar zien met een hoedje, dan zeg je, hé, een Indiaan. Oh! En andere jongens doen nog een beetje erger. Gewaren, dat is ook wat we leren, hè? Wat ik vertel nu, is wat ik zag toen ik hier kwam. Want die komt, zoals ik zei, van heel hoog van de bergen. Maar nog hoger, nog boven van die kleine dorpjes waar ze dus nog nooit het woord computer hebben gehoord. Waar ze nog nooit het woord televisieserie gehoord. Of waar dus nog dat allemaal niet bestaat. Daar is Pedro geboren. Pedro, een kleine jongetje, die moet elke dag rennen naar de enige put midden in het dorp waar dus water wordt gehaald. Hij moet het doen elke ochtend. En komt er nu naar huis met het water. Moeder kan dus nu ontbijt maken. Voor vader, die moet heel ver gaan werken. En voor andere kinderen. En moeder ook. Klein schooltje, ongeveer 80 families. En zo gaat het leven heel eenvoudig. Er zijn alleen maar twee seizoenen. Regenseizoen en droge seizoen. Die mensen kennen niet meer dan wat wordt elke dag van de grond gehaald. En de zon en de rivier enzovoort enzovoort. En Pedro gaat naar zijn school, en op school moet hij beginnen te leren de geschiedenis en alles wat in de wereld bestaat. Pedro heeft een goede vriendje, Antonio. Antonio en Pedro, elke dag gaan ze samen naar de rivier, ze klimmen in de bomen, ze gaan dus spelen. Op een dag komt Antonio niet op school en Pedro denkt, hoe kan dat nou? Antonio is er niet. Hij vraagt naar de meester, waar is Antonio gebleven? De meester vertelt, Antonio is naar de grote stad vertrokken, naar Lima, naar de hoofdstad van Peru. Waarvoor? De vader van Antonio moest zaken doen, kopen en verkopen. En dat kan je alleen dus in de grote stad. De grote stad, dat zoek ik niet voor. Grote stad, de hoofdstad. Nou, als Antonio 3 weken later terugkomt, en iets met merkwaardig gebeurt, want daar, hoog in de bergen, omdat het koud is, dit is een kleintje hoor. Omdat het koud is, de mensen gaan dus pontjes gebruiken. Het is nog steeds erg koud, waardoor dus je moet je mutsje aan doen voor je ogen. Als de zon verschijnt, dan het is zo heet, doet het pijn, dus je moet een hoedje op.
En s'avonds blijft het nog steeds erg koud, dus je moet andere onderdelen van jullie gaan nog extra verwarmen. Zo zien ze dus altijd eruit. Zo, veel meer andere attributjes hoor. Maar dan, als Antonio terugkomt 3 weken later, hij heeft geen poncho meer, maar 1 Coca-Cola t-shirt. Geen muts meer, maar een zonnebril. En Pedro zegt, wauw, te gek zeg, wat mooi. Hoe kom je eraan? Antonio vertelt dat in de hoofdstad iedereen, alle kinderen hebben een Coca-Cola t-shirt en een zonnebril op. Nou, mooi zegt hij, ik wil graag ook naar Lima, naar de hoofdstad, dat lijkt me leuk. Ik wil dat graag hebben. Maar dat mag niet van de vader. De vader zegt nee, want hij was vroeger in zijn jeugd werd hij gehaald om in het leger te zitten in Lima, in de hoofdstad. En dat waren vreselijke tijden geweest. Vreselijke herinneringen eraan. Dus de vader zei, nee Pedro, de hoofdstad is niet voor ons. Daar spreken ze in andere taal. Ze verstaan ons niet. Ze zijn anders. En de hoofdstad is heel anders en groot en niemand kent niemand. Ze zijn niet aardig. Dat is niet voor ons. Maar Pedro denkt, ja maar er zijn toch leuke spulletjes. En ik wil graag naar de hoofdstad, naar Lima. Jaren later ontstaat de oorlog. Niemand weet hoe of waar of waarom. Maar er zijn mensen die komen elke dag met de waarheid. Ze zeggen, dames en heren, het is tijd dat wij de waarheid spreken. Wij moeten vechten voor onze rechten. Wij moeten de wapens pakken. Nou, die oude mensen, ze weten uit ervaring dat als je de wapens pakt, kan nooit goed aflopen. En ze zeggen, nee, dat doen we niet. Maar de jonge mensen zeggen, ja, laten we vechten. Laten we de waarheid spreken. Later, in de avond of de volgende dag, komen de andere mensen met uniformen, de soldaten. En ze zeggen, de enige waarheid is die van ons. En jullie zijn hartstikke verkeerd en jullie hebben de terroristen geholpen. Dus het ontstaat oorlog. Het dorp valt uit elkaar. Die mensen moeten vluchten, ze worden gevangen genomen, mensen worden verkracht, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En Pedro moest ook vluchten. Na jaren hier en daar in kleine dorpjes te wonen, komt hij eindelijk in Lima. In de grote stad. Maar wat een teleurstelling. Gigantische gebouwen van glas en cement. Heel veel auto's, miljoenen auto's. Bijna 10 miljoen mensen in zo'n stad. Overal honden, vuilnisbergen. Vliegen overal, moskito's en dieven. Je moet constant oppassen, lawaaierig. Niemand kent niemand. En Pedro is daar in de hoofdstad in Lima. En hij komt precies in het midden van de stad. Een heel grote plein. Met een paard en een ruiter. En hij staat daar te kijken. Wauw, wat mooi. Zo groot. Hij staat te kijken. Tot plotseling komt de politieagent. Nou, politieagenten zijn bijna per definitie niet aardig. In Peru zijn nog erger. Die politieagent die zegt. Hey, Indiaan, kom hier. Indiaan. Pedro wist niet dat hij een Indiaan was. Omdat waar hij woont, heeft iedereen een naam. Dus ze noemen elkaar nooit een Indiaan. Pedro, Antonio. Net als hier toch? Vincent, Jan, Piet. Jij loopt toch niet elkaar te roepen, hey blank? Dus als niemand jou vertelt dat je blank bent, dat weet je toch niet? En Pedro wist niet dat hij een Indiaan was. En ik dacht, Indiaan, waar dan? Ja, Indiaan, hier in dit mooie plein mogen geen Indianen rondlopen. Maar meneer, ik sta alleen maar toch te kijken. Nee, dit is de enige schone plaats in onze hele hoofdstad. Die hebben wij speciaal mooi gemaakt voor de toeristen, voor de Japanners, voor de Duitsers, voor de Nederlanders. Die elke dag komen in grote auto's foto's maken van onze prachtige hoofdstad. En hier hoeven geen Indianen rond te lopen. Maar Pedro zegt, nou ja, sorry, ik ga weg. Voordat hij weggaat, lees nog eventjes daar de muur bij het monument. Ter ere van de bevrijders van de Indianen en de Zwarten. Oh, dankjewel dat die meneer ons heeft bevrijd. Dankjewel. Ik ga weg. Straks heeft hij honger en je denkt, nou, ik ga lekker wat eten in deze mooie restaurant. Ik ga naar binnen, bij de deur is een mevrouw. Bij de deur, zo'n mevrouw die zegt, sorry jongen, hier mogen geen Indianen. Terug, terug, terug.
Maar mevrouw, nee. Heb je niet gezien hoe mooi onze restaurant eruit ziet? Hier, geen Indianen. Weg. Ga naar de markt, koop iets en ga op het strand eten. Inderdaad doet hij dat ook. S'avonds wil hij graag slapen in een hotel, bij de deur van een hotel. En meneer, heet mooi, heet netjes gekleed, zegt hij, nee. Nee, jongen, Indianen hier mogen niet. Ga terug naar je land, ga terug naar de bergen, ga terug naar boven. Hier hoor je niet te zijn, Indianen, ga terug. Dus hij leert dat Indiaan zijn fout is. Jij moet niet Indiaan zijn, nee, dat doe je niet. Als je een intelligent bent, dan doe je dat niet. En hij besloot ook geen Indiaan te zijn. Dat is goed. Dus hij verandert. En hij loopt in de hoofdstad in Lima. Als een gewone mens, niemand zegt tegen hem Indiaan en hij mag overal binnen. Doet hij ook. Doet hij ook. Maar, hij blijft dus daar werken en dagen en voor een lange periode. Op een bepaald moment, hij loopt op een straat. En plotseling ziet hij een heel mooi meisje. Heel lang, blauwe ogen, blonde haar, met een rugzak, foto te stellen en lompe schoenen aan. En dan Pedro zegt, wauw, wat een mooi meisje. Het meisje zit, zegt tegen hem, hello, mag je iets wat vragen? Waar is het bevrijdingsplein? Die wil ik graag zien en fotograferen. Pedro kent dat, maar hij denkt, ik ben een Indiaan, ik mag niet met haar omgaan. En als de politieagent mij ziet met die mevrouw samenlopen, denkt hij direct dat ik een dief ben, dat ik wil beroven. Of... Maar ze is zo mooi, ik kan toch gewoon niet nee zeggen. Blijf denken en ze zegt, alsjeblieft, en daarna kunnen we met wat cola samen drinken of wat dan ook. Pedro zegt, nou prima, we gaan dus. En ze gaan en ze drinken cola en ze maakt twee foto's. En straks gaan ze nog wat eten, en ze eten samen. En daarna gaan ze nog wat drinken, dus een biertje en wijntje. En daarna gaan ze nog dansen, want Pedro kent een heel leuke tent, een salsa tent. En hij was heel goed in dansen. Dus ze gingen daar de hele avond dansen. Het was leuk, het was gezellig. Iets ontstond tussen de twee. Ze begonnen echt elkaar in de ogen te kijken en dansen en dansen en dansen. Op een bepaald moment, het was zo laat, Pedro zegt, oké, ik moet terug naar mijn huis, maar het is zo ver, ik moet eigenlijk twee bussen nemen, overstappen en zo. Zij zegt, dat hoeft toch niet? Ik woon hier 50 meter verder in een hotel, in de toeristenhotel, kom maar mee. Pedro zegt, dat mag niet. Dat mag niet, dat mag in India niet. Hij denkt, maar hij zegt dat niet. En hij zegt, het is goed, we gaan. Dus hij komt binnen, hij kan het niet geloven. Oh, wat een grote, mooie gebouw. Prachtige spiegels. Oh, wat een geur. En de dikke tapijten. Heel mooi, alles fijn. En ze gaan verder naar de kamer van haar. En ze blijven daar de hele nacht. Jullie weten wat er gebeurt als met een jongen en een meisje samen. En het gebeurt de hele nacht samen. 'S Ochtends, Pedro kon nog steeds niet geloven. Hij stond het plafond te kijken en dacht, oh, dit is ongelofelijk. Dit kan ik niet verder vertellen, want ze kunnen mij niet geloven dat ik India met een mooie vrouw. Prachtig. Plotseling wordt zij wakker en zegt zij, Pedrito, oh Pedro, man is mijn schatje, mag ik een kusje van je? En Pedro zegt, ja, Ineke, ja, doe maar rustig aan hoor. Want Ineke was eigenlijk hartstikke verliefd geworden op Pedro. En Pedro zei, ik ook, ik ben nog hartstikke verliefd. En ze beslissen nog verder te gaan, dus een paar weken eventjes naar de oerwoud, eventjes naar het zuiden, bij Machu Picchu foto's maken en ze gaan naar de hoge bergen en ze reizen samen. Zij gaat geld ervoor. Als zij moest vertrekken, zij zegt nee, ik vertrek niet alleen, je gaat met mij mee. Ik koop nu een ticket voor jou en wij gaan naar Nederland. Nederland? Wat is dat voor een land? Het is een prachtig land, zegt zij. Daar is geen oorlog. Er is geen cholera. Er is geen vuilnis. Allemaal goede mensen, allemaal goed gekleed, allemaal met geld en met werk. Nou, er zijn een paar mensen die geen werk hebben, maar ze krijgen geld van de regering. Want je mag niet in ons land zonder geld. De regering zoekt je. Desnoods onder je bed, pak je geld, want zonder geld mag je niet lopen. Pedro denkt, dat is ongelooflijk. Ik vind dat het paradijs. Prachtig. Hij gaat inderdaad, en dan komen ze dus in Schiphol aan, en ze worden ontvangen door alle mensen. Hallo, aangenaam, Pedro. Hallo, aangenaam. Want al die mensen waren gekomen, niet alleen maar familie van Ineke, maar ook vrienden, buren en allemaal. En daar stonden ze. Op een bepaald moment, die omaatje,
stond daar, ze zat daar. Pedro was hier, die kreeg dus een kopje koffie en koekje. Plotseling de omaatje zei, bent u een Indiaan? Pedro schrok. Nee, mevrouw. Ja, hoor. Ja, natuurlijk. Ja. De minister komt straks, dus wij moeten het verhaal een beetje laten knippen. En in elk geval, hij zegt, nee, mevrouw, ik ben geen Indiaan. Indianen zijn in mijn land wel heel veel, maar ik ben geen Indiaan, mevrouw. Ja, maar je neus is Indiaans. Ja, mevrouw, niks aan te doen. Je hart, ja, mevrouw. Ja, eigenlijk in mijn land zijn veel Indianen. Ik spreek ook de Indiaanse taal, maar mevrouw, ik wil niet dat u mij Indiaan noemt. Ik heb een naam. Mijn naam is Pedro. Maar daar was die hartstikke trots op. Pedro, de Indiaan, die begrijpen mensen. Daar in de hoofdstad in Lima zeggen ze, vuile Indiaan. Die komt hier en zeggen, oh, wat een leuk Indiaan. Hoe dan ook, hij laat zijn haar groeien. Lekker ponchootje met andere mensen samen bij de deur van Centrale Station spelen. Ik loop elke dag langs en ik zo ontmoet ik Pedro. Ik vertel dat ik verhaal verteller was en zij vertelt mijn verhaal is de moeite waard. Als je dat doet, geef een cadeautje na het verhaal. Geef een cadeautje door middel van deze fluit, waar dus het geluid van onze landschap, het geluid en de klanken van onze landschap van Peru zijn binnen vast gemaakt. En jullie krijgen nu een beetje van te horen. En ik hoop dat jullie het verhaal van Pedro hebben genoeg om straks, als jullie bij de deur van het straatstation zien, de Indiaantjes, dan zeg je niet Indiaan, maar zeg je, hey Pedro, hallo. Oh.